Leert gaan we beginnen met het maken van een website. En een website begint altijd met een map. Ik ga deze als voorbeeld even op mijn bureaublad neerzetten. Maar het is natuurlijk aan te raden om die map ergens op een veilige plek te bewaren waar je hem niet kwijtraakt. Je maakt een nieuwe map. Geef die vervolgens de naam van jouw project. Nou, ik noem even gewoon website. En dan heb je het begin van een website. Want in principe is een website een map. Met daarin allerlei bestanden. Nou, die kunnen we nu, deze map kunnen we gaan openen in brackets. En dat is eigenlijk de manier om ook een nieuw project te maken. Zoals je het anders zou doen in InDesign of Premiere. Ja, als je grafische programma's gewend bent. Die map moeten we openen. Dat doe je met bestand open map. En dan kun je die map hier zo openen. Klik de map aan. Je drukt op openen. En dan is dit nu onze projectomgeving, zeg maar. Ja, dus hier binnen gaan we nu bestanden maken, aan elkaar koppelen en gaan we HTML en CSS schrijven. Nou, we beginnen ook al gelijk met het maken van ons eerste HTML-document. Onze eerste webpagina ook. Ja, dat is het. Ja, want dat is een HTML-document. En dat doe je door bestand nieuw. En nu gaan we hem gewoon direct opslaan eigenlijk. Met opslaan als... En dan noemen we deze index.html. Dat is namelijk altijd de naam van je eerste pagina op je website. Index staat namelijk voor inhoudsopgave, zo noem je je eerste pagina. En .html betekent dat dit dus een HTML-bestand is. Nou, nu kunnen we HTML gaan typen en dat doen we in de volgende video.